exotisch merk in verleek met een KTM rit gewoon aan. Nou, hij zegt, weet je wat je doet? Kom gewoon eens een keer test rijden, gaan we een uurtje samen op pad. En dan kun je dan kijken waar je nog vindt. Nou, net even het een en ander besproken, de motor goed bekeken. Een prachtig mooie machine op te zien. Ik rij vandaag op een 250, 2 tak, factory edition. Dus met de Kayaba voor ik, met de Kayaba schokkenregels. Waar ik zelf wel voor de 300 zou gaan. Dus daar moet ik even doorheen kijken. Wat ik vooral belangrijk vond tijdens deze testrit is de houding op de motor. Hij is iets grappiger dan een KTM. En daarbij is het de balansas is het dingetje. Ik vind de balansas in de KTM al heel top. De 2021 van de Sergio heeft het ook. Tot nu toe vind ik het reuze meevallen. Maar dan komen we dadelijk naar het ritje even van. Ian rijdt zelf vandaag rond op een nog een unieke motor. Hij rijdt op een Aprilia RX-V450. 2-cilinder, 170 k. Dit klinkt gruwelijk. Nou, we gaan eens even een stukje rijden zo meteen. En eens kijken waar we de chat doen. Dat ik wat dat betreft. Link! Sorry? Ja, lijkt maar Romaniacs. Er is vannacht veel omgegaan. Aan de voorkant van mijn KTM.
Dat kan ermee te maken hebben dat ik deze vering nog niet gewend ben. Maar toch staan die Sherco's er ook al wel onbekend om iets nerveuzer te zijn. De zit is even wennen, maar ja, dat is logisch. Ik moet inderdaad wel iets aan het stuurtje doen. Ja. Verder naar voren en hoger, want ja, deze staat er in de meeste achterste stand. Dieper naar beneden. Ja. Of, ik bedoel, de kroonplaat omhoog, zeg maar een beetje gelijk met die koperen ring. Dat is hier in Nederland veel beter. Zo komt die standaard, hè? Denk ik. Nee. Nee? Maar hij doet veel een beetje dat single track. Kutwerk, ja. Nee, voor mij zou hij wel iets naar boven, dat het iets stabieler wordt op snelheid. Zijn dingen om jezelf hebben. Ik heb alleen qua topsnelheid nog niet verder dan 110 gekregen, daar stond ik wel van te kijken. Oh, dat vind ik al hard zat eigenlijk. Oh, mijn ding loopt 135, 140. Echt? Mijn KTM 300. Ja, ik weet niet hoe die gegeerd is. Hoor. Nee, dat weet ik inderdaad ook niet. En daar gaat het op zich ook niet om, want ik verwacht dat een 300 wel ietsjes meer vermogen zal hebben. Ja. Maar kijk, durf je nou op het tellen te kijken dan bij 110? Ja, gerust. Maar het is wel lastig, zien we deze. Hier moet je er helemaal overheen gaan hangen om het tellertje te kunnen kijken inderdaad. Oh ja, je hebt hier inderdaad ook wel radiateurbraces op zitten, want dat hebben ze ook wel nodig blijkbaar. Ja, dat is niet standaard. Nee, dat weet ik, maar ze hebben het wel nodig, hoor ik. Lees ik. Oké. Okay. Heb je dat de KTM nooit? Nee, ja, die nieuwere niet, die oudere wel. Maar die nieuwere hebben heel hard plastic radiateur... die lamellen. Ja, ja. Die hebben een heel harde plastic en hebben ze eigenlijk in Nederland in ieder geval niet meer nodig. In het buitenland wel. Ja, het is soms hij uitvalt op een koelietje. Ja. En een stuk duurder dan een bescherming. Ja. Hey, mooi.